welkom in de Stadsschouwburg De Domeinen in Sittard. En we zijn in Sittard omdat de lerarenopleiding hier 40 jaar bestaat. Dat betekent dat de zaal vol zit met leraren en toekomstige leraren. Onderwijs is vandaag dus het onderwerp van gesprek. En daarvoor hebben we uitgenodigd de voorzitter van de VO-raad, de Vereniging voor Scholen in het Voortgezet Onderwijs. Vandaag is onze gast Paul Rozemuller. Paul, goedemiddag. Hi, goedemiddag. Fijn dat je er bent. Dit zijn je studenten vandaag. Ze komen je vaak bekend voor, Paul? Nou, niet allemaal, nee. Maar de meeste wel. Fijn dat je er bent. Ja, dank je. Je zit in het Denk Groter debat. En we hebben standaard een eerste vraag hier. En dat is wie jou ooit groter heeft laten denken. Oei. Gewoon als een beginvraag, zou maar zeggen. Als een beginvraag. Oké. Ja, dat zijn er natuurlijk op de leeftijd die ik heb een heleboel. Maar laat ik het dicht bij huis houden in het onderwijs. Jaren geleden kwam ik een scholier tegen. En die zei tegen mij, weet je, ik doe volgend jaar eindexamen. Daarna hoop ik geslaagd en dan doe ik mijn vervolgopleiding en dan ga ik werken. En die zei, ik denk niet dat ik later dezelfde pakken draag als mijn vrienden. Ik denk niet dat ik dezelfde auto rij als mijn vrienden. Ik denk ook niet dat ik dezelfde vriendin heb als mijn vrienden. Nee. Waarom hebben we dan wel allemaal hetzelfde onderwijs? En dat zette mij aan het denken. Wij selecteren jongeren vroeg, ook in vergelijking met onze omringende landen, te vroeg. Te vroeg, 11, 12-jarige leeftijd, gaan basisschoolleerlingen naar de middelbare school. Wat zou beter zijn? Ik denk dat je 2-3 jaar later zou voor heel veel leerlingen heel goed zijn. We komen misschien nog over te spreken, maar wat hij bedoelde, dat is, kijk, je stopt dan de leerling in de mal, je krijgt een advies of het nou VMBO-kader is of VWO en je zit erin en je komt er niet meer uit. En de vraag is of dat het onderwijs is wat we het meest motiverend is voor leerlingen. Ik denk het niet. Je denkt het niet? Nee. Heb je zelf goed onderwijs gehad? Nou ja, ik kijk wel met heel veel plezier terug op mijn Santa Maria, Rooms-Katholieke middelbare school in Haarlem. En dat was voor een deel leuk, omdat ik was de tweede lichting jongens op een meisjesschool. Ik heb daar veel te weinig van geprofiteerd, geloof ik, maar dat terzijde. En ik ben nu een jaar of 40 uit het voortgezet onderwijs. Maar ik weet nog precies welke leraren voor mij het verschil hebben gemaakt. Dus dat was meneer Boers en mevrouw Kloet. Want? Omdat zij uiteindelijk mij zagen. Omdat zij mij op een bepaalde manier wisten te raken. Ik was vrij goed in sport en meneer Boers was van lichamelijke opvoeding. Mevrouw Kloet had ik 6 jaar voor Frans. Frans vond ik heel moeilijk, maar tegelijkertijd, ik ging er vaak op vakantie. En nou ja, het raakte mij op een of andere manier. En ik denk dat dat iets is wat het vak van leraar zo ongelooflijk mooi maakt. Dat je uiteindelijk van eeuwigheidswaarde kunt zijn voor leerlingen. Ja. Nog even Boers en Kloet, die namen zijn genoteerd. Wat raakte die precies bij de kleine Rozemuller? Mijn talent. Je talenten? Ja. Dat is eigenlijk het vak van de leraar in de kern. In combinatie natuurlijk met, kijk, het bijzondere van dat vak is dat het een vak is en een beroep is. Op de middelbare school ben je leraar wiskunde, Frans, lichamelijke opvoeding, maatschappijleer, Duits, Grieks, whatever. Dat is het vak. Maar er is ook het beroep. Er is het beroep, namelijk van hoe breng ik het over op leerlingen die heel veel van mij verwachten. Hoe haal ik daaruit wat erin zit? Hoe ga ik om met de pedagogisch-didactische vaardigheden die ik op opleidingen zoals waar jullie nu allemaal zitten. Hoe doe ik dat? Daar heb ik verder geen verstand van, want ik heb die opleiding niet gedaan. Maar het is de combinatie van dat vak en het beroep wat het, denk ik, iets magisch maakt. En wat ook maakt dat als je dat goed kan, en er zijn er een heleboel die dat goed kunnen, tot iets leidt, zoals ik dat net zei, waarin je van ongelooflijk grote betekenis kunt zijn voor jongvolwassenen. Want dat is het meestal als je praat over de middelbare school tussen 12 en 18 jaar. En van die mensen van dat mooie beroep en dat mooie vak mag u voorzitter zijn.
Nou, de oudere generatie, daar bent u bekend voor. De jonge generatie is opgegroeid met een iets andere charismatische leider van GroenLinks. Dus we geven hen even een korte cursus. Wie is Paul Rozemuller? Oké. Paul Rozemuller werd in 1956 geboren. Zijn vader was directeur en groot aandeelhouder bij het winkelconcern V&D. Na de middelbare school ging hij sociologie studeren. Rozemuller kreeg nationale bekendheid als vakbondsbestuurder en woordvoerder bij stakingsacties. Met een onfrisse politiek, met onzekere personen en met een ondoorzichtig budget. Uiteindelijk rolde Paul de politiek in. Hij was lid van GroenLinks, later ook fractievoorzitter van deze partij. In 2002 was hij de tegenpol van Pim Fortuyn. Na de moord op Fortuyn werd de politicus thuis met de dood bedreigd. En kort daarna kondigde hij aan de politiek te willen verlaten. Na zijn politieke carrière heeft Paul Rozemuller ook diverse tv-programma's gepresenteerd, waar hij bekende Nederlanders en politici interviewde. 4 juni mag u naar de stembus voor de verkiezing van het nieuwe Europees Parlement. En de komende weken reis ik langs de grenzen van datzelfde Europa. Soms in die Unie en soms net weer daarbuiten. Daarnaast bekleedde hij diverse functies bij het Rode Kruis, Autoriteit Financiële Markten, en is hij sinds 2013 voorzitter van de VO-raad. En de kracht van de onderwijsketen wordt natuurlijk bepaald door de zwakste schakel. Laat er geen zwakke schakel ontstaan. Laten we dat gesprek met elkaar voeren. Welk gesprek moeten we vanmiddag in ieder geval voeren met elkaar? Over de toekomst van het onderwijs en de positie van de leraar. Gaan we doen. Mooi. Studenten, aan jullie. Wie heeft er een vraag? Meneer Rozemuller, ik heb een vraag met betrekking tot het gepersonaliseerd leren, wat de laatste tijd in populariteit groeit. Denkt u dat bedrijven aan het wachten zijn op studenten die deze leerweg hebben belopen? Dat zij gespecialiseerder zijn, hun eigen dingen een beetje hebben mogen doen en misschien wat kennis van andere vakken wat minder zijn? Ik ben het met je eens dat gepersonaliseerd leren of maatwerk of talentontwikkeling, het is een beetje van welk woord gebruik je, maar dat dat een beweging is die ik eigenlijk bijna op alle scholen zie. En een van de dingen waar wij mee te maken hebben in het voortgezet onderwijs, dat is dat de motivatie van onze leerlingen in vergelijking met de ons omringende landen eigenlijk echt ver onder de maat is. We hebben echt een motivatieprobleem. Dus wij moeten het onderwijs aantrekkelijker maken. En een van de dingen waar je over zou kunnen denken, dat is: sluiten wij in het onderwijs nou aan en in voldoende mate aan bij de talenten van onze leerlingen? Het antwoord bij veel mensen is nee, dat is eigenlijk niet goed. Dus dat zouden we beter kunnen en moeten doen. Maar het moet natuurlijk niet ten koste gaan van datgene wat in de kern op scholen geleerd moet worden. Dus Nederlands en taal, maar ook rekenen en wiskunde zijn natuurlijk, dat zijn niet voor niks kernvakken, die moet je gewoon goed in de vingers hebben. Dus ja, allerlei vormen van maatwerk denk ik wel kunnen heel goed zijn, zonder concessies aan onderwijskwaliteit. Maar daar kunnen we misschien nog over doorpraten. Okay. Mooi. Zou u even goed in de zaal willen kijken? Even kijken wat voor indruk u krijgt van deze mensen. En dan moeten we even kijken naar een actueel filmpje, omdat we daar even over zullen moeten spreken. Ik ben hier om de linkse vooringenomenheid in het onderwijs aan de kaak te stellen. En je hoeft alleen maar naar deze zaal te kijken, naar jullie te kijken, om te zien dat jullie bijna allemaal links zijn. Ik zie het aan de gezichten, ik zie het aan de kleding. Ik zie het aan de dagvoorzitter die op een uitgesproken vooringenomen wijze dit debat al begonnen is. Je ziet het aan de mensen naast mij. Ik vertrouw iemand die in 1979 de grootste massamoorden uit de geschiedenis ontkende in China en in Cambodja en het verschrikkelijke regime in Albanië ophemelde, niet. Die vertrouw ik niet toe om ons onderwijs te beoordelen. Dus als hij zegt vanuit mijn ervaring zie ik geen probleem, dan zeg ik dat dacht hij in 1979 ook toen hij de Killing Fields bezocht in Cambodja. Toen zag hij ook geen probleem. Dus dat vind ik echt een heel groot probleem. Ik ga me niet op deze manier laten koeioneren door een uitgerangeerde NPO-presentator, maar ik heb een heel gerechtvaardigd punt te maken, namelijk dat er vanuit deze school zeer ernstige laster jegens mij en mijn partij is verspreid. Naar aanleiding van leerlingen die mij daarop hebben gewezen, heeft Forum
Forum voor Democratie honderden berichten van scholieren van heel Nederland binnengekregen. Van ze uitgestuurd worden als ze voor Trump waren. Van verplicht in Inconvenient Truth van beroepscharlatan Al Gore moeten kijken. Tot Ramadan-vieringen. Noem het allemaal op. Dankjewel. Dank. Alsjeblieft. Hey, dank, tot ziens. Ja. Tot ziens. Over dat laatste. Over dat laatste is, je wil het niet geloven. Wij kregen een bos bloemen, kletsnat. Dus ik gaf hem een hand en ik had kletsnatte handen en hij ook. Dus ik deed dit. En daar is een hoop reuring over geweest. Dat wil zeggen, dat bleek mij toen. Ja. Of u Baudet eraf wilde vegen. Dat is rechtgezet, ook bij deze anders. Het is een filmpje overigens wat gemaakt is door Forum voor Democratie. En ongeveer zo uitgezonden. Maar het punt dat hij maakt. Het punt dat hij maakt dat u nog steeds in één adem genoemd kunt worden met de regimes die u openlijk gesteund heeft. En op deze manier, nu als voorzitter van de VO-raad, min of meer door een gedeelte van het electoraat aan de kant gezet kan worden, een groeiend deel van het electoraat. Als u het openlijk gesteund heeft, is dat dan niet de reden om er ook openlijk afstand van te nemen? Ja, tuurlijk. Waar heeft u dat gedaan? Ja, hoe ver wil je terug? Waarom kan deze schijn er nog zijn? Ja, ik heb tientallen jaren met deze schijn niks te maken gehad. Het is alom bekend dat ik in mijn studententijd als student sociologie aan de Universiteit van Amsterdam in marxistisch-leninistische groepjes hebben gezeten, die overigens zeker toen alom aanwezig waren. En ik heb in die wereld gezeten tussen mijn 20ste en mijn 25ste. En daar heb ik toen afstand van genomen. En daar heb ik ondubbelzinnig afstand van genomen. En ik heb er eigenlijk vanaf dat ik toen vakbondsbestuurder werd, tot een x-aantal jaren geleden, heb ik er eigenlijk nooit iets over gehoord. Ja. En toen kwam dus ook Pim Fortuyn eigenlijk niet. En toen kwam dus met de PVV op. En Forum voor Democratie heeft daar nog ook het een en het ander aan gedaan. Dus die hebben dat weer een beetje nieuw leven ingeblazen. Ja, en ik bedoel, ik heb daar ook allemaal niet op gereageerd in zijn waarom richting niet? Nou ja, waarom zou ik dat doen? Nou, omdat ik denk dat een deel van het electoraat op dit moment, die u min of meer als een onafhankelijke voorzitter zouden willen zien, het idee zouden kunnen krijgen dat u hier niet op reageert, dus misschien ook geen afstand van genomen heeft. Nou, maar ik bedoel, dan denk je dan echt dat ik gevraagd wordt voor de dingen waar ik voor gevraagd word. Hè? Nee, dus, ik niet. Nee, oké, okay, nou ja, en dat ik is niet. Maar kijk, ik heb ook geen zin om mee te gaan in een agenda van iemand anders. Hè? Dus ik laat dat dan van me afglijden. Dan denk ik kom daar voor een onderwijsdebat. Ik vind het verder prima wat Baudet zegt. Ik vind het verder prima dat hij ook zijn eigen mening heeft. Ik vind het zelf minder chic om mensen zo te proberen af te serveren. En ik heb dus geen zin om me in die manier van communiceren mee te laten trekken. Oké, dat is de reactie. En naar het punt wat uiteindelijk het meldpunt linkse indoctrinatie is geworden. Ja. Heeft hij daar een punt? Nou, ik denk het niet. Waarom niet? Ik ben zoveel in scholen. Ik spreek zoveel leerlingen en leraren. Dat is een van de mooie onderdelen van dit vak. Ik zie dat er heel veel leerlingen of leraren misschien links of linksig stemmen of whatever. Maar waar het hen om gaat is de uitoefening van hun professie, van mm-hmm. hun vak. Mm-hmm. Ik geloof niet dat we het beroep recht doen, de onafhankelijke positie die leraren hebben, als we een meldpunt linkse indoctrinatie of rechtse, maar oké, okay, ik bedoel geen van beide, zouden instellen. Ik geloof dat we dan bezig zijn om een niet bestaand probleem van een schijnoplossing te voorzien. Oké, dankjewel. Student. Meneer Rosemuller, in Amerika zien we wel eens dat vermogende mensen studenten geld geven om hun opleiding te kunnen volgen. Meestal aan wat armere studenten die dat zelf niet kunnen betalen. En nou vroeg ik me af, gaat u de eerste vermogende Nederlander zijn die dit voor de Nederlandse studenten wil doen? Oh, dat. Weet ik al aan wie of
Dat veronderstelt iets over mijn situatie, maar dat laat ik dan maar even. Ja, dat hebben we in de quote kunnen lezen. Hè? Dus, ja, maar dan is weer... Ja, maar ja, ja, maar moet ik daar dan ook allemaal op gaan reageren? Nee, je hoeft nergens op te reageren, maar, nee, maar ja. Op deze vraag wel, want dat is van de student. Weet je, er is ook nog zoiets als fake news. Laat ik het dan daarbij houden, maar ja, weet je... Ik denk dat we heel goed af zijn in een stelsel met publiek gefinancierd onderwijs. Dat is de kern van ons onderwijs. En ik denk dat we de druk op de overheid moeten houden om publiek bekostigd onderwijs als basis te zien. Dat hoort ook bij leerplicht, maar ook wel bij de vervolgopleidingen waar jullie zitten. En die druk moet je zo opvoeren dat ook wij met elkaar als samenleving, dat je moet blijven investeren in zo goed mogelijk onderwijs. En ik denk dat dat inderdaad de beste route is. Dankjewel. Ja, ik heb eigenlijk een vraag over de krimp. Vooral hier in Limburg is natuurlijk een groot probleem. En we zien ook ontzettend veel verschillende vormen van onderwijsvernieuwing. Ik heb een beetje het idee dat onderwijsvernieuwing nu vooral wordt gebruikt als marketingmiddel om maar zoveel mogelijk leerlingen naar school te lokken. Hoe kijkt u daar tegenaan? Ja, dat is denk ik een hele goede vraag, want daar zit een dilemma in. Ik denk dat er een sterke intrinsieke motivatie is bij scholen om te kijken hoe kunnen wij ons onderwijs verbeteren en hoe kunnen wij er zoveel mogelijk uithalen voor die leerlingen. Dat is de basis. Maar het is tegelijkertijd ook waar dat wij in een systeem zitten waarin scholen een grote mate van vrijheid hebben. Dat is internationaal erkend, gewaardeerd. Maar daar zit wel ook de prikkel in om je ten opzichte van elkaar te onderscheiden. En daar zit de prikkel in van de concurrentie. En kort samengevat zou je eigenlijk moeten zeggen, een bestel of een stelsel wat gebaseerd is op groei en concurrentie moet plaatsmaken voor een stelsel wat rekening houdt met krimp en wat gebaseerd is op samenwerking tussen de scholen. Maar ja, het is zo dat scholen nadenken over nog beter onderwijs en dat kan in vormen van maatwerk. En daar zit misschien ook wel eens iets te veel achter. Ja, maar dat is een aanstrekkelijk concept. Als ik dat nou doe, dan valt misschien de buurman om in plaats van ikzelf. En van die gedachte moeten we echt af. We hebben het vraagstuk van het lerarentekort naar voren liggen. En Ton Wildhagen, hoogleraar arbeidsmarkt Tilburg University, die heeft daar zijn opinie gegeven. Luister eens mee. Ja. Het lerarentekort is eigenlijk onze eigen schuld. Het is niet een natuurverschijnsel zoals het weer. Het heeft alles te maken met dat het beroep niet voldoende interessant en inspirerend in de markt wordt gezet. Dat is ook naar studiekiezers, dus studenten die ervoor zouden kunnen kiezen. Maar ook voor de mensen die al in het vak zitten. En dat heeft alles te maken met de inrichting van het beroep die fundamenteel anders moet. Om het echt aantrekkelijk te maken. Het is niet alleen een kwestie van loon en minder druk. Maar het beroep moet veel aantrekkelijker worden door veel meer dwarsverbanden te leggen met het bedrijfsleven. Leraren moeten er ook weer een tijdje uit kunnen. Moeten hun eigen kennis kunnen updaten. Moeten duale aanstellingen kunnen krijgen dat ze zowel in een bedrijf werken of bij de overheid als in de klas. En daarmee doen ze ook weer nieuwe vaardigheden op, nieuwe kennis op en blijft het ook een dynamisch beroep wat je ook veel langer kan volhouden, hè, tot ook je 66e en 4 maanden bij wijze van spreken. We hebben het over geld, we hebben het over werkdruk. Gechargeerd, dat kunnen we ook aan de bonden overlaten. Het gaat over een fundamentele verandering van het beroep, het aantrekkelijker maken van het beroep. U deelt die mening? 100%, uit mijn hart gegrepen. En wat is dan het eerste wat we kunnen doen? Het eerste wat we kunnen doen, dat is jonge leraren vanaf dag 1 veel beter begeleiden. Met alle respect voor jullie allemaal, maar als je je rijbewijs hebt, dan leer je pas rijden. Ja. Ik denk dat tijd en ruimte voor jonge leraren om het vak te leren, om op je bek te gaan, om ervaringen op te doen, om successen te vieren, om over de schutting te kijken. Dat vraagt om een visie van die school en ruimte, maar het moet dan ook weer mogelijk gemaakt worden. En dan komt de overheid weer om de hoek kijken, die natuurlijk de scholen moet voorzien van voldoende ruimte, opdat dat ook allemaal mogelijk is. Want ik weet zeker dat leraren dat allemaal willen, maar ze zeggen allemaal, waar haal ik de tijd vandaan? En dan zegt Ton Wildhagen ook nog,
En dat zou gekoppeld moeten zijn aan het bedrijfsleven, of liever nog, er zou een ontwikkeld perspectief moeten zijn waarbij leraren dat zou kunnen combineren. Misschien zijn er zijinstromers in de zaal? Mensen die ingestroomd zijn, deeltijd. Ja? Zou je even willen gaan staan? Ja. Wat heb je gedaan en wat ga je doen? Wat ik heb gedaan is dat ik notaris ben geweest, ja, tot 2 jaar geleden. En dat heb ik afgesloten na ruim 20 jaar. En ik volg nu een lerarenopleiding voor zowel Nederlands als geschiedenis. Waarom heb je de switch gemaakt van het notarisschap naar het onderwijs? Ja, het notarisschap vond ik fantastisch, maar daar moest ik om gezondheidsredenen afscheid van nemen. Dan krijg ik altijd de vraag, denk je dat het onderwijs dan makkelijk is, of ja, dat je dat dan wel even kan doen? Wat is het antwoord daarop? Het antwoord is nee. Nee. Vroeger, toen ik afscheid nam van mijn mevrouw Kloet en mijn favoriete leraren, toen had ik 2 keuzes. Rechten studeren, wat ik heel graag wilde. Of toch geschiedenis gaan studeren. En toen uiteindelijk die rechtercarrière een andere wending moest nemen, dacht ik, nou, er is dus nog altijd die oude droom. Dat is geschiedenis. En daar is dat sprankje voor Nederlands bijgekomen. Oh, wat mooi. Ben je al in een school geweest? Ja, ik heb net de stage afgerond. En hoe was dat? Dat was ontzettend leuk, ontzettend leerzaam. Maar dat was ook een gigantische cultuurshock. Cultuurshock, want? Ja, ja, kijk, ik kwam uit een organisatie waar ik leiding gaf aan de hele organisatie. En ja, waar ik de hele dag bepaalde wat er ging gebeuren. Ja, dat is in het onderwijs niet helemaal het geval. Dat is in het onderwijs anders. En ineens leerde ik hele andere hiërarchie kennen. Leerde ik ook zien hoe mensen onder waanzinnige administratieve last staan. Als ik dacht dat mijn vak vol protocollen was, nou, dan moet je in onderwijsland komen. Het is erger dan in het notarisvak. Ja. Ja, dat is absoluut erger. Ja, en ja, ridiculer eigenlijk. De notaris vindt de regelgeving wat ridicuul in het onderwijs. Ik ben geen notaris meer, hè? Ja, wie ben ik? Ja, fantastisch dat je dit verhaal met ons deelt. Ik bedoel, ik denk dat niemand het hier niet mee eens is. Nee. Doorgeslagen. Dankjewel en fijn dat je een bijdrage wilt leveren. Graag gedaan. We hebben eerder gesproken over onderwijsvernieuwing, scholen die dat proberen. We zitten in Limburg. In Roermond kennen we sinds 2014 het agora-onderwijs. Zeker. Begonnen met 50 leerlingen, nu 250 aan de wachtlijst. Ze proberen het op een andere manier. Laten we even naar een inkijkje kijken. Ja. Waar het volgens mij in het onderwijs om zou moeten gaan, is aansluiten bij de vraag van de leerling en bij het enthousiasme van de leerling. Als je bij de vraag van de leerling en het enthousiasme van de leerling begint, dan wil elk kind leren. Volgens mij is dat het belangrijkste doel van onderwijs. Daarom zijn we gestart met agora. Nou, dat betekent dat we letterlijk kinderen vragen, wat wil jij leren? En daar ook echt mee beginnen. Dus als een kind zegt, ik wil een skateboard leren maken, dan gaan we daarmee beginnen. Maar in die challenge, in die uitdaging van het maken van een skateboard, moeten ze me natuurlijk wel ooit kunnen uitleggen hoe lagers werken. Dan zijn we eigenlijk al met natuurkunde bezig. Onze medewerkers noemen we coaches. En waarom zijn we het coaches gaan noemen? Dat is eigenlijk gewoon een mentaal beeld. Het gaat erom dat je als iemand denkt aan een docent of een leraar, dan komt er 1 plaatje op, dat is de man of vrouw voor het bord. Die kennis aan het overdragen is. En wij willen dat mentale plaatje veranderen. Het moet zijn de man of vrouw die naast een kind staat. En al zijn kennis aan het gebruiken is om de goede vraag te stellen. Ik vind in het algemeen dat onderwijs op dit moment erop gericht is om falen te voorkomen. Om het zo veilig mogelijk te maken voor kinderen. We hebben 1 methode. Als je die precies volgt, gaat het goed. Terwijl in werkelijkheid weten we dat die 1 methode daar juist niet voor zorgt. Sterker nog, als we dat vaak tegen kinderen zeggen, worden ze zelfs vaak angstiger. Dus wat we als de sodemieter moeten organiseren in het onderwijs, is dat kinderen echt de ruimte krijgen om te falen. Als je leert fietsen, moet je gewoon 2 keer hard vallen. En dat hoort erbij. En dat hoort bij elk leerproces. En op dit moment vind ik dat het onderwijs er te veel op gericht is om vallen te voorkomen. Maar een pleister moet mogen. Daar word je hard van. Daar leer je jezelf door te ontwikkelen. En wat belangrijk is aan zo'n pleister is dat het moment is om te reflecteren wat je doet. En volgens mij leer je het allermeeste van reflecteren. Ruimte om te falen. Ja, zeker. In de context zoals hij het zegt. Hè? Want het moet natuurlijk niet een falende onderwijsloopbaan zijn. Want daar hebben we het over gehad. Experimenteren, ervaring opdoen. Ja, en ik denk dat hier mensen aan het roer van deze school staan. Die iets hebben wat niet de sterkste kwaliteit van de onderwijssector is. En dat is ondernemerschap en durf en lef. En ik denk dat, kijk, het veronderstelt dat je er goed over nadenkt.
dat het niet uit concurrentiële overwegingen, maar uit intrinsieke motivatie, vanuit jouw visie op het onderwijs gebeurt. Dat het niet kopieergedrag is, dat je je mensen meekrijgt. Maar als dat het geval is, dan denk ik dat je daarmee het onderwijs op een hoger plan krijgt. Ik zeg niet dat we dit moeten kopiëren over al die 1200 of 1300 schoolgebouwen, scholen die we in Nederland hebben. Maar ik ben een paar keer in Roermond geweest. En ik zie ook wat het met leerlingen doet. Maar ik zie ook wat andere vormen van onderwijsverbetering, vernieuwing, innovaties met leerlingen kunnen doen. En wat zegt u over die onderwijskwaliteit? Het is ingewikkeld om de vraag te beantwoorden, wat is kwaliteit van het onderwijs? Wat meetbaar is, is vaak datgene wat wij de kwaliteit noemen. Wat hoort daar in ieder geval nog bij dan? Nou ja, daar hoort ook bij wat merkbaar is. En dat is? Hoe jij je als leerling ontwikkeld hebt. Hoe jij gegroeid bent als persoon. Hoe goed jij kan samenwerken. Hoe goed jij kritische vragen kunt stellen of op een bepaalde manier kritisch kunt reflecteren op datgene wat jij voorgeschoteld krijgt. En dat doen we ook in het onderwijs. Mooi. Dankjewel. Studenten, aan jullie nog. We gaan richting het einde, dus even kijken. Mijn vraag gaat over het lerarentekort. Want sinds dit schooljaar volgens mij betalen nieuwe studenten voor de eerste 2 jaar nog maar de helft van het collegegeld. En mijn vraag is eigenlijk hoe jullie daardoor het lerarentekort willen verhelpen. Want naar mijn mening krijg je daardoor juist ongemotiveerde studenten die dan halverwege de opleiding stoppen omdat het toch niet is wat ze willen. Of omdat ze het snel maar gekozen hebben omdat het goedkoop was. Ik snap wat je bedoelt. De motivatie van de partijen die dat voorgesteld hebben is anders. Ik weet niet hoe het uitwerkt. Ik hoop dat het niet zo uitwerkt zoals jij denkt of vindt dat het uitwerkt. Ik hoop dat het uitwerkt in de zin van de drempel om toe te treden tot de lerarenopleiding wordt wat lager. Dat betekent dat de aantrekkelijkheid om in te stappen misschien wat groter wordt. En uiteindelijk is die financiële drempel 1, maar zul je dus op de lerarenopleiding uiteindelijk gegrepen moeten worden voor dat vak. En dan heeft het niks meer met geld te maken, maar dan heeft het gewoon te maken met de kwaliteit van de opleidingen. Als die van een zodanig niveau is, ja, dat jij als jonge student gegrepen wordt voor dat onderwijs, ja, dan is die halvering van dat collegegeld uiteindelijk geen doorslaggevende factor meer. Maar dan ben je er. En ik hoop dat het zo uitwerkt. Dankjewel. Naar wie mag de microfoon, student? Meneer Riesemuller, ik vraag me af, u zegt onderwijs verandert. U heeft het bijvoorbeeld als je op het kader zet, je kunt op VMUT een diploma afsluiten. Maar is dat diploma nog wel van deze tijd? Moeten er niet meer dingen overkomen zoals kritisch denken, samenwerken of zoiets erbij doen? Ja, nou dat is dus wat in die curriculumdiscussie op dit moment speelt. Waar al die leraren en schoolleiders mee bezig zijn om die vraag nog eens voor zichzelf te beantwoorden, is datgene wat je nou op kader of op TL of waar dan ook nu als onderwijs krijgt aangeboden, wat hetzelfde is, grosso modo, als een jaar of 10, 15 geleden, vraagt dat niet nog het beter doordenken, bijvoorbeeld bij dit soort dingen. Dus ja, ik denk inderdaad dat, nog los van de vraag of je het allemaal meer wilt in een flexibele organisatie wilt aanbieden en leerlingen meer mogelijkheden wilt geven om te switchen en te stapelen en al dat soort dingen, dat je ook hier goed naar moet kijken. Ja, is mijn antwoord. Dat zou heel goed zijn. Oké, dank je. Jij krijgt hem nog even. We hebben het zojuist heel even gehad over het afprijzen van het collegegeld, bij wijze van zeggen. Tegenwoordig moeten jonge kinderen, ja, 12, 14 jaar, moeten ze echt al een pakketkeuze maken met wat ze voor de rest van hun leven zouden willen doen. In die tijd wou ik heel graag de zorg in, dus daar heb ik ook voor gekozen. En nadat ik mijn HAVO-diploma heb behaald, heb ik 5 weken op de opleiding verpleegkunde gezeten, wat dus totaal niet de goede keuze voor mij was. Vervolgens ben ik daarmee gestopt, maar kwam ik dus wel tot de ontdekking dat ik voor de opleiding wiskunde, wat ik dus nu doe, lerarenopleiding wiskunde, wiskunde B nodig heb. En ik heb dus, omdat ik de zorg in wou en nooit gedacht had dat ik iets met wiskunde zou gaan doen, wiskunde A gekozen. Waardoor dat ik een aantal jaar stil heb gezeten, omdat ik niet op deze opleiding kon komen. Maar daardoor loop ik nu wel, omdat ik die 5 weken op het HBO verpleegkunde heb gezeten, 2 jaar die korting mis.
Waarom is die keuze gemaakt? Kijk, die keuze is gemaakt omdat de politiek vond dat de drempel om naar de lerarenopleiding te gaan verlaagd moest worden. En het was politiek een beetje een compensatie voor de acceptatie van het nieuwe stelsel van studiefinanciering. Ik bedoel, zo is het gegaan. Daar kan je van vinden wat je ervan vindt, maar zo is het gegaan. Dat leg ik uit. Het probleem waar jij nu tegenaan loopt, dat is niet het probleem met die halvering van dat collegegeld, et cetera. Wij hadden natuurlijk moeten zorgen dat jij in staat was om in de derde van de HAVO, doordat je meerdere HBO-instellingen hebt bezocht, doordat je beter gestimuleerd wordt om na te denken wat je wilt. En dat kan niet altijd op 14, 15-jarige leeftijd. Maar dat de kans groter was geweest dat je een profiel had gekozen wat komt bij de keuze die je bij de overstap van de HAVO naar het HBO had gemaakt. En nu heb je wiskunde A in plaats van wiskunde B en moest je wiskunde B doen, et cetera. En wat het mij nou leert, zeker in die HAVO-HBO-aansluiting, gaat gewoon heel veel niet goed. We hebben veel te veel switchers en uitvallers. En nogmaals, dat zijn onze voormalige leerlingen. Wij moeten dat beter doen. We moeten beter met elkaar samenwerken om precies die stap, waar jij een concreet voorbeeld van bent, zo te laten plaatsvinden dat de kans dat je een goede stap maakt die je vervolgens ook brengt bij een beroep wat je passie heeft, en dat is hopelijk deze, dat die slaagt. Dat is wat ik er nog over wil zeggen. Dank je wel. Dank je wel. Aan het einde van het debat leggen we altijd een paar korte dilemma's voor passen is uit Den Bozen. Sinds u voorzitter bent van de VO-raad, is uw zorg over het onderwijs toegenomen of afgenomen? Ja, dat is op sommige terreinen toegenomen, op sommige dat terreinen politiek afgenomen. Antwoord. En als u een keuze moet maken? Afgenomen. Meer geld of minder werkdruk? Meer geld voor minder werkdruk. Meer geld. Meer geld. Helder. Meer geld. Wilders of Baudet? Nee, dat doe ik niet aan mee. Dat doet je niet aan mee? Nee. Want? Nou, omdat dat mij te persoonlijk is. Helder. En we hebben een lerarentekort of we hebben een tekort aan rechtse leraren? We hebben in ieder geval een lerarentekort. Dat staat vast. Verantwoordelijkheid nemen of idealist blijven? Oh, verantwoordelijkheid nemen. Door idealist te blijven. Leerlingcentraal of curriculumcentraal? Nee, leerlingcentraal. Leerlingcentraal. Nou, het grote probleem is toch het lerarentekort op dit Zeker. Moment. U streeft naar kwaliteit. Dat betekent dat we er misschien een paar verliezen. Of dat het nog moeilijk zal worden. Maar dat we echt een andere vorm van onderwijs zouden moeten krijgen. Mag ik u eens vragen om tot slot deze jonge mensen, deze studenten die de lerarenopleiding doen, toe te spreken, een hart onder de riem te steken en misschien aan te moedigen om andere mensen ook over te halen om het onderwijs in te gaan? Ja, dat wil ik graag doen. In één minuut. In één minuut. Oké. Okay. Jullie staan op het punt het onderwijs in te gaan en je studie af te ronden. Onderwijs is de kurk waar de samenleving op drijft. Nationaal en internationaal. Jullie kunnen van ongelooflijke betekenis zijn voor de nog jongere generatie. Jullie hebben een van de prachtigste beroepen uitgekozen die er is. Zorg ervoor dat als je leidinggevende straks er onvoldoende begeleiding of investering in stopt, dat je het afdwingt, dat je het met elkaar doet, dat je tegenslagen overwint, want je gaat ze tegenkomen. Maar strijd voor een situatie waarin je in die onderwijsorganisatie kunt groeien, kunt bloeien, van betekenis kunt zijn voor leerlingen van allerlei slag. Zorg ervoor dat je ofwel een mevrouw Kloet ofwel een meneer Boers bent, want zij waren van eeuwigheidswaarde voor mij. Ik zal ze altijd, altijd mij herinneren. En jullie worden leraren die door leerlingen altijd herinnerd wordt. Zeg dat tegen je vrienden. Dankjewel.
En daarmee zijn we aan het einde gekomen van dit debat. Maar niet voordat u, misschien wel de lastigste taak van vanmiddag, één student aanwijst die wij traditioneel getrouw Denk Groter Debat student noemen. Omdat u vindt dat hij of zij u groter heeft laten denken vanmiddag. Ja, dat vind ik ontzettend moeilijk. En het is geworden? Ja, moet dat, mag ik ook nog de spanning opbouwen of niet? Tromgroffel. Ja, ik... Hoe los ik dit op? Door een naam te noemen. Nou ja, weet je, ik zal jullie heel eerlijk zeggen, ik twijfel tussen drie mensen. Degene die mij in eerste instantie die prangende vraag stelde met betrekking tot intrinsieke motivatie van scholen ofwel concurrentieoverweging. Dat is één. Twee, de mevrouw die notariaat gedaan heeft, wat meer een interview was, maar die van veel betekenis kan zijn om aan cultuurverandering te werken in het onderwijs. Zeker. En jij als een van de laatste die dan een minder gelukkige keuze had gemaakt bij profiel op de HAVO en nu gelukkig leraar wordt. Dit was de shortlist, een eervolle vermelding. En het is geworden... Jij daar... Jij had de vraag die zo op dit moment in het brandpunt van de belangstelling staat. Doen scholen het nu voor de leerling of doen ze het nu voor de concurrentie? Dat ik kies voor die vraag. Maar tegelijkertijd zal ik jullie en anderen, maar zeker ook de twee dames... Nooit die vergeten. Net mij altijd blijven herinneren. Altijd blijven herinneren. We halen jou erbij, kom maar. Hoop ik wel dat de student is. Ja, dit is toch geen linkse leraar met een keurige ja. Nee, dat moest ik natuurlijk ook, maar dat heb ik niet gezegd bij de motivatie. Dus als is dat. Zeg nog even wie je bent, van welke opleiding? Guy Schuijnemakers, ik ben een derdejaars student op de, van Nederlands op de Fontys Leraar. Ja, en in één zin, waarom moest deze vraag gesteld worden? Nou, omdat ik er zelf heel erg mee zit. Ja. Ik vind dat je als docent altijd de leraar, gewoon, of de leerling centraal moet stellen. En ik heb het idee dat er heel veel scholen zijn nu die dat niet doen. Die gewoon die inderdaad hun bestaansrecht niet willen verliezen. En dan maar een onderwijsvernieuwing aanbieden om, in de hoop dat er zoveel mogelijk studenten naar zijn. Nou, prachtig. We zijn blij. We zijn blij met jou als aanwinst. Paul heeft al gezegd waarom hij jou gekozen heeft. Dat betekent dat je hier de eeuwige roem krijgt. Je krijgt een cadeautje van Paul. Ja, ik heb iets in de gauwigheid meegenomen. Ik dacht, ik neem iets voor de inwendige mens. Je gaat ook in het begin allerlei dingen nodig hebben om op te schrijven, et cetera. Dit is een boekje daarvoor. Het kan je helpen. Het valt allemaal binnen de geschenkenregeling die in de publieke sector acceptabel is. Dus ook dat nog. Van harte gefeliciteerd en vooral heel veel succes met je studie en in het onderwijs. Ik hoop je daar te zien. En daarmee is dit de Denk Grote Student van vandaag. Jullie bedankt voor jullie prachtige verhalen. Vooral heel veel succes en plezier. We hebben jullie keihard nodig. Maar het laatste mooie applaus is uiteraard vandaag voor onze gast Paul Rozemuller.